In het Financiële Dagblad, goedemorgen trouwens, in het Financiële Dagblad eerder deze week staat er een artikel: massa-ontslag van ambtenaren kan worden opgevangen door tijdige omscholing tot onderwijzer of verpleegkundige. Goed idee. De voorspellingen dat de overheid heel veel ambtenaren gaat ontslaan, bij Defensie 10.000, bij de Fiscus 3.000 en op overheid, semi-overheidsniveau nog enkele duizenden. Nou, als je dan weet dat er in de zorg ook enkele tienduizenden vacatures zijn op dit moment in zorg en welzijn. Schattingen zijn 40.000, 50.000 mannen en vrouwen die nodig zijn om zorg en welzijn op dit moment in stand te kunnen houden. Kijken we naar onderwijs. Er is behoefte aan kwalitatief goed onderwijs. Als ik alleen al kijk naar dat laatste, dan zou dat betekenen, mocht je de ambtenaren omscholen, dat je ze goed moet omscholen. Dat zijn natuurlijk wel mannen en vrouwen met een bepaalde praktijkervaring. Zullen de studenten erg mee geholpen zijn. Dus op zich een goed idee. Mensen die vrijkomen, beschikbaar komen op de arbeidsmarkt, omscholen, inzetten in andere bedrijfstakken. Lees je dat artikel verder, is er toch een voorbehoud. Want een aantal mensen die uit zullen stromen zijn de babyboomers en zullen geen plaats meer vinden of willen binnen het arbeidsproces. Daarnaast zijn de vakbonden bezig om te kijken of ze het ontslag niet kunnen uitstellen. En er is ook nog zoiets als willen en kunnen. Wil je wel, als je ambtenaar bent geweest, als je een kantoorbaan hebt gehad, in één keer in een verpleeghuis werken? Kun je dat wel, ook na voldoende omscholing? Er zijn dus nog een paar beren in het bos. Maar toch is het idee goed. Lifetime employment bestaat niet. Dat is een utopie. Het is ook goed voor werkgever en werknemer dat je af en toe eens wisselt van baan. Dat je eens een keer gaat kijken buiten je organisatie. Soms is het bedreigend, maar het biedt je ook enorm veel kansen. Nou, daarbij hoort een scholingsbeleid. Scholingsbeleid wat jou employable maakt voor de arbeidsmarkt. Niet alleen binnen je bedrijf, ook buiten je bedrijf. Bepaalde mate van flexibiliteit. Dat is wat het artikel niet zegt, maar wat ik er wel uithaal. Ik heb een klein voorbeeld van een Britse investor in People. Een advocatenkantoor, hoe die daarmee omgaan. Het is maar een klein voorbeeld, maar het laat in ieder geval zien dat omscholing, retraining, past binnen een Investors in People beleid. Dat sluit ik aan bij dit artikel. En hoop ik dat die ambtenaren die hun baan dreigen te verliezen, toch goed terechtkomen. Succes!